welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien heb ik mijn krullen weer terug. Ik had mijn haren echt like vier of vijf maanden of zo gesteld. Maar ik ben weer terug met de krullen. Omdat ik ze dus zo lang heb gesteld, heb ik mijn krullen weer een beetje verpest. Ze zijn nou weer een beetje uitgezakt. Het kost me altijd ongeveer een weekje aan verzorging om mijn krullen weer terug te krijgen. Dus bear with me. Maar goed, we hebben het vandaag niet over mijn haren, maar we hebben het over make-up. Ik heb make-up besteld bij de H&M. Dit is een heel veel aangevraagde video. De hele tijd wilde ik echt naar de fysieke H&M winkel gaan om gewoon te kijken naar de kleurtjes en alles te kunnen matchen gewoon in real life. Dat heb ik zo lang uitgesteld tot aan het punt dat alle winkels zijn gesloten en ik er gewoon letterlijk niet meer heen kan. Dus heb ik het gewoon allemaal online besteld. Dus ik moest weer een beetje gokken qua kleuren. Ik heb genoeg make-up besteld voor echt een full face met H&M make-up. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog nooit ook maar één ding gebruikt van H&M make-up. Dus ik heb geen enkel idee hoe de kwaliteit gaat zijn. Qua prijzen zitten hun best wel betaalbaar. Het is niet echt super goedkoop. Maar het zit nog wel redelijk in de betaalbare categorie. Het is allemaal niet super duur. Dus dat is top. Dus ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Het ziet er allemaal wel echt heel goed uit. De verpakkingen zijn allemaal heel mooi. Dus dat vind ik altijd al een heel groot pluspunt. Dus ja, ik ben benieuwd. Dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Ook help je mijn kanaal enorm met groeien. Als je gewoon al mijn video's liked, abonneert en een leuke reactie achterlaat. Dus dat helpt mij echt enorm. Dit is het bakje met alle make-up. Qua foundation en zo. Ik denk dat de kleur weer te licht gaat zijn, like always. But we will see. Ik ga beginnen met mijn ogen. Ik heb een oogschaduwpaletje. Dit is het Eye Color Palette van H&M. Ze hadden best wel veel opties qua oogschaduwen. Ze hadden een aantal oogschaduwpaletten, maar ook heel veel losse oogschaduwen. Maar ik hou altijd van paletjes. Ik heb de versie Smoky Essentials. Ik ben gegaan voor een beetje een cool tone paletje voor de afwisseling, want ik heb niet heel veel van dit soort paletjes en ik heb echt honderden warme paletjes. Dus ik wilde een keer voor wat anders gaan. Dus hier zitten vooral koude kleuren in en een beetje zwart en grijs en zo. Dit is de verpakking, heel sleek. Het lijkt allemaal heel high-end. H&M verpakkingen doen mij een beetje denken aan de Tom Ford verpakkingen. Daar lijkt het een beetje op. En dit is dan de inhoud van het paletje. Een mix van matte kleuren en glanzende kleuren. Je krijgt ook een spiegel erbij. Ik vind het er tot nu toe allemaal goed uitzien. Vooral een beetje smoky, donkere, grijzige kleurtjes. Dus ik ga gewoon hiermee een smoky eye maken. Ik moet zeggen dat de twee glanzende kleuren echt heel erg glitteren. Dus ik heb best wel hoge verwachtingen ervan. En de rest is volgens mij gewoon mat. Ja, ik zie een beetje 3 formules. Ik zie echt matte kleuren zoals deze twee hieronder. En dan die twee heftige glitterkleurtjes. Maar de kleuren hier zitten ook een heel klein beetje glans in. Alleen niet zo heftig als die twee andere. Dus ik ga even hiermee een smoky look maken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb het gevoel dat het een goed paletje gaat zijn. Maar... nou, we zijn lekker ingezoomd op mijn gezicht. Weer geweldig dit. Ik ga mijn ogen primen met mijn P. Louise Base Primer in de kleur Rumor 01. Een kleur die ik een beetje mis in het paletje is echt een diepe zwarte kleur. Dit is de zwartste kleur in het paletje. Ik denk dat het ook gewoon zeg maar de zwarte kleur is van het paletje. Maar ik vind hem toch vrij licht. Het lijkt meer een beetje op een zwart-grijze kleur. Ik mis een beetje een echte originele zwarte kleur. Ik ga beginnen met deze matte kleur hierboven. Dit wordt een beetje mijn transitiekleur. Die breng ik aan bij mijn Fluffy Quad Sueva 228. En die breng ik dan aan in mijn hele arcaarboog. Oké, nou die kleur bracht echt prima aan. Genoeg pigment, blendt goed mee. I like it. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier beneden. Die kleur breng ik aan met een kleinere fluffy kwast, Sueva 224. En die kleur ga ik dan voorzichtig aanbrengen, ook in mijn arcaarboog. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. En dan ga ik het iets dieper maken. Ik blijf zeg maar echt zo in mijn oogholte, of hoe dit ook heet. Hier zo die deuk hier, dat wat je hier voelt. Ik ga echt zo daar zo in. Echt zo rondom mijn oogbal, zeg maar. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast van net. En dan ga ik er een beetje overheen om het te blenden. Ik heb hier verder geen oogschaduw of zo meer mee opgepakt. Dan pak ik deze donkere glanzende kleur in het midden. Die kleur sprak me echt gelijk aan. En die kleur wil ik aanbrengen echt over mijn hele ooglid. Die kleur breng ik aan met een platte kwast. Dit is de Concealer Kwast Pro nummer 5 van de Kruidvat. En ik maak hem nat met fixing spray. Wauw, die kleur is prachtig. Kijk die glans. Allemaal zo van die hele mini glittertjes of zo zitten erin. Wauw, I love it. Dan pak ik weer een beetje die zwarte matte kleur van net. En dan ga ik de randen blenden.
En dan weer met die grote fluffy kwast alles zo goed uitblenden. Dan pak ik de glanzende kleur hierboven. Die is iets lichter of zo. En die breng ik een beetje aan zo in het midden. Ik weet niet of je die echt gaat zien. Ja, je kunt hem een heel klein beetje zien. Om een beetje zo een soort van spotlight effect te creëren. Ja, het is een heel klein beetje te zien hier. Kijk hier zo in het midden. I like it. Nou, dit ging echt allemaal helemaal toppie. Het volgende nieuwe dat ik heb is de H&M mascara. Ik heb de Everyday Drama mascara. Dit is dan hoe die eruit ziet. Een best wel grote tube. Helemaal zo bruin nude. En een hele grote applicator. Zien we dit? Wow, kijk hoe hij mijn mini wimpers helemaal volume heeft gegeven. Hij is een beetje plakkerig, niet op een slechte manier. En hij geeft echt super veel volume. Oh my god, als je daarvan houdt, dan ga je hem echt heel fijn vinden. Ik denk wel dat als je te veel aan gaat brengen, hij een beetje klonterig kan worden. De oogschaduw heeft ook echt bijna geen fallout op mijn gezicht. Met zo'n smoky paletje is dat best wel uniek. Ik zie wel een heel klein beetje oogschaduw hier, maar het is echt super, super minimaal. Dus dat is echt toppie. Als nep wimpers gebruik ik deze. Deze zijn van Tati Lashes. De TL Jamie 2 is een samenwerking met Jamie. Die ga ik eventjes opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Nou ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik ga even snel mijn gezicht primen met deze Fresh It Up primer van Catrice. Om lekker even mijn gezicht een beetje te hydrateren en klaar te maken voor de nieuwe foundation. Dan heb ik hier de All Day Liquid Foundation van H&M. Ik heb de kleur Golden Beige. Ik hoop dat die gaat matchen. Ik heb weer het gevoel dat die weer te licht gaat zijn. But we will see. Het is een long lasting foundation. Dus hij moet lang blijven zitten. En heeft een medium dekking staat erop. Dit is de verpakking. Hij lijkt een beetje klein, maar dat is hij niet, want we krijgen gewoon 30 milliliter en dat is een normale hoeveelheid voor foundation. Oké, de kleur. Ik weet het weer niet, maar we gaan het gewoon proberen, jongens. Ja, een tikkie te licht. De ondertoon is godzijdank wel gewoon goed, maar het is wel een tikkietje te licht weer. Oh, ik moet wel zeggen dat hij echt stinkt. Hij ruikt echt niet lekker. Oh my god. Nou, hij zit erop. Hij is echt te licht. Kijk weer het verschil met mijn nek. Even serieus. Het is altijd zo'n gedoe om een kleur te vinden die matcht met mijn huidskleur. Want ik zit precies midden in een medium en dark. En dan daar middenin ben ik. En die middenin categorie is er vaak niet. Dat is echt zo annoying. Het gaat echt van dit naar dark. Dus dat is altijd wel een beetje annoying. Maar ja, whatever. De foundation. Het heeft inderdaad echt een medium dekking. Het heeft een matte finish. Ik vind hem niet heel smooth liggen op de huid. Maar voor nu is het gewoon oké. Okay. Dan heb ik ook de H&M concealer. De Cover Up Concealer. Deze is wel echt super klein. We krijgen echt slechts, even kijken, slechts 2,2 milliliter. In een gemiddelde concealer zit iets van 6 milliliter. Dus echt een stuk minder. Hij is echt heel klein. Ik heb de kleur Golden Beige. Ik denk dat die kleur wel gewoon goed gaat zijn. Dus deze ga ik even aanbrengen als concealer. Oh, die is wel een beetje donker, maar oké. Oké, de concealer vind ik niet zo. Hij heeft echt bijna gewoon geen dekking. I don't like that. Ik wil altijd wel gewoon dat een concealer doet wat hij moet doen. En dat is concealer. En ik zie gewoon echt bijna geen dekking. Het is gewoon alsof ik het gewoon helemaal wegblend of zo. Nee, dat vind ik echt niks. Dan heb ik hier de Seamless Setting Poeder. Een losse poeder van H&M. Ik heb de kleur Light. Dit is dan hoe die eruit ziet. Weer die cliché H&M verpakking. Weer heel erg mooi. Ik ga hiermee eventjes beken op alle plekken waar ik concealer heb aangebracht. Nou, de poeder is mooi. Ik ben blij met de poeder. De kleur is echt perfect. Hij heeft mijn gezicht heel smooth gemaakt. De foundation en de concealer waren allebei een beetje moe. Ze maakten allebei mijn gezicht niet echt smooth. En dat vond ik jammer. Maar deze poeder heeft het gewoon helemaal smooth gemaakt. Helemaal mooi mat. I like it. Ik ga even een foto maken met flitsen. Dan kunnen we kijken of je flashback heeft. Nee, helemaal geen flashback. Woehoe. Ik ga heel even snel mijn neus en wangen contouren met dit paletje van Revolution. En ik gebruik deze kleur. En dan breng ik mijn Max & More Fixing Spray aan om alles mooi te zetten en in elkaar te lokken. En om het wat minder poederig te maken.
Dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik breng een zwart oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. Deze is van Estée Lauder. Gewoon de zwarte kleur 01 Onyx. En dan breng ik de zwarte matte kleur aan over de hele onderste wimperrand. En dan blend ik het uit met de kleur hier. En dan ook weer mascara op de onderste wimpers. Deze mascara geeft echt zoveel volume dat ik niet eens wimperprimer hoef aan te brengen op de onderste wimpers. Dat doe ik altijd om daar wat meer volume te creëren. Maar met deze hoeft dat niet eens. Het is echt wauw. Dan ga ik weer verder met mijn gezicht. Ik ga echt van het een naar het ander. Ik begin met ogen, dan naar mijn gezicht, dan weer ogen, dan weer gezicht. Maar nou zijn mijn ogen klaar. Nou ga ik gewoon mijn gezicht afmaken. Ik heb hier de Solar Flare Bronzing Powder. Dit is een poeder. De opties qua kleuren waren echt belachelijk. Volgens mij maar twee kleuren. En allebei de kleuren wist ik al, gaan niet matchen met mij. Maar ik heb er toch gewoon eentje besteld. Ik heb de kleur Natural Bronze. En ik heb hem al gezien. En dit gaat hem gewoon denk ik echt niet worden. Dit is de verpakking. Hele mooie verpakking. Ook mooi dat hij vierkant is. De meeste bronzers zijn rond. En dit is dan de kleur. Ja, dit is echt absoluut geen goede kleur voor mij. Het heeft ook een beetje een rode ondertoon er doorheen. En een rode ondertoon is totaal niet mijn ondertoon. Ik heb echt geel goud. Maar goed, ik ga hem gewoon aanbrengen. Hij is wel mat. Daar ben ik wel blij mee. Je krijgt ook een spiegeltje. Dat vind ik allemaal wel fijn. De verpakking lijkt heel chic door de zwarte kleuren en zo. Maar het is best wel een cheap ass verpakking. Gewoon zo'n goedkope plastic verpakking. Oh my god. Kijk hoe rood. Nee. Nou ja, jongens, ik ga het gewoon alsnog aanbrengen. Want ik moet gewoon bronzer aanbrengen. Want mijn gezicht is nu al te licht. Dus ik moet een beetje bruin terugkrijgen. Maar deze kleur is echt niet mijn kleur. Het lijkt nou gewoon alsof ik gewoon hier ben verbrand of zo. Oh nee, ik vind ook dat de bronzer niet heel goed aanbrengt. Hij brengt een beetje vlekkerig aan of zo, een beetje patchy. Dus dat vind ik niet zo fijn. Dan heb ik hier ook de H&M Blush, de Pure Radiance Powder Blusher. Deze heb ik in de kleur Golden Peach. Dit is ook weer een aparte verpakking. Doet mij een beetje denken aan de Fenty verpakkingen, zo'n zeshoek. En dit is dan de blush. Ik vind de kleur echt prachtig. Ik vind het alleen jammer dat er een lichte glans doorheen zit. Ik had hem liever gewoon helemaal mat gewild. Je krijgt ook een klein spiegeltje in de verpakking. Als ik dus gewoon naar de fysieke winkel had kunnen gaan, dan had ik deze dus niet gekocht puur door de hele glans die hier doorheen zit. Het is best wel een heftige glans. Ik weet niet echt zo goed wat ik hiermee aan moet, maar ik hoop gewoon dat de glans niet zo heftig gaat zijn op mijn gezicht. Ja, de glans is echt best wel heftig. Ik hou nooit van dit soort blushes, maar dat is echt een persoonlijke voorkeur. De blush is in principe gewoon prima. Alleen van de kleur en die glans, ja, daar ben ik gewoon echt niet van. De mix van de kleur en de glans vind ik niet mooi. Als dit gewoon een matte blush was geweest, was het echt amazing. Ik ga het heel even hier een beetje strak maken met poeder. Dan is het tijd voor highlighter. Ook al heb ik al een soort van gehighlight met die blush. Dit is de Illuminating Luster Powder. Deze heb ik in de kleur Luminous Gold. Ik hoop dat deze goed gaat zijn, want de bronzer en de blush waren niet zo mijn ding. Oh, deze heeft een witte verpakking. In plaats van zwart is hij wit. Ik vind het leuk dat ze ook een beetje afwisselen en zo. En deze ziet er echt prachtig uit. Qua kleur is dit echt de perfecte kleur voor mij. Dus ik hoop gewoon dat hij gewoon een beetje heftig aanbrengt. Let's do this. Wauw, deze is echt heel mooi. I like it. Ook zo heel mooi goud. Hij brengt ook echt gewoon goud aan. Af en toe is hij dan goud in de verpakking. En dan brengt het aan. En dan is het helemaal zo'n wittige champagne kleur. En dat haat ik altijd. Maar dit is echt een goud. Ik vind het heel mooi. Ik vind die glow zo mooi. Oh my god. En dan als laatste de lippen. Ik heb hier de Cream Lip Color Lipstick van H&M. Ik heb de kleur Wish You Were Here. De verpakking vind ik ook weer heel mooi. Ik hou altijd van goud. En dit is dan de kleur. Het is een beetje een mauve paarsige nude kleur. Hij zag er heel mooi uit online. En in het echt vind ik hem ook mooi. Dus deze ga ik even aanbrengen. I like it. Echt super, super creamy. Ook gewoon de kleur die ik heb besteld. Het was dus niet een andere kleur op de site en een andere kleur in het echt. Zoals ik laatst had in mijn YouStar video. Het is gewoon de kleur die ik heb besteld. Hij is echt super glanzend. Hij heeft ook een heel mooie glanzende glans, zeg maar. Glanzende glans. Het voelt een beetje aan als een lipbalm met heel veel kleur. Dus dat vind ik heel mooi. Ik moet zeggen, de kleur is te licht voor mij om alleen te dragen. Ik zou moeten mixen met een lippotloodje en dat ga ik dus ook even doen. Ik mix hem met mijn NYX Lip Pencil in de kleur Sandstorm. Nou, that's it. Dan is het klaar. Dan nog als laatste fixing spray. En dan is de look helemaal afgemaakt. Ik heb geen H&M fixing spray. Dus ik gebruik mijn Benefit The Professional Super Setter. Deze heb ik nieuw. Ik heb hem pas één keer gebruikt. En ik vond hem best wel fijn. Dus ik wil hem nou weer eventjes nog één keer proberen.
Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met H&M make-up. Ik zal nog eventjes snel vertellen wat ik nou van alles vind. Ik ga ook een full day wear test doen. En dan kunnen we zien aan het einde van de dag hoe alles er nog op zit. Het is nou 11:15 in de ochtend, dus ik heb nog de hele dag om deze make-up te testen. En het gaat me dan ook echt vooral om de foundation. Oké, wat vond ik van alles? Ik ga beginnen met deze mascara. Ik persoonlijk vind deze mascara heel fijn. Hij geeft echt superveel volume. Het kan een beetje neigen naar het klonterige. Ik persoonlijk vind dat altijd gewoon wel oké. Ik hou wel van een beetje klonterig, als het maar niet too much is. Dus als je daar niet van houdt, vind je hem niet fijn. Als je daar wel van houdt als mij, ga je hem zeker heel erg fijn vinden. Deze bronzer, ja, de kleur was echt totaal niet mijn ding. Maar ik vond hem ook gewoon niet fijn. Hij bracht een beetje vlekkerig aan en dat vind ik gewoon echt helemaal niks. Dus deze bronzer is voor mij helemaal niks. Deze concealer, idem dito, ik vind hem helemaal niks. Hij geeft totaal geen dekking. Het was gewoon alsof ik hem gewoon helemaal wegblende. Dit oogschaduwpaletje is echt een topper. Ik vind hem echt heel fijn werk. Ik ben er echt heel blij mee. Die gaat gewoon in mijn collectie. En zodra ik weer een smoky look wil maken, is dit echt wel een paletje waar ik naar zou neigen. De lipstick vind ik ook fijn. Het is echt een super glossy lipstick. Ik moet wel zeggen, hij voelt wel een beetje cheap aan. Een beetje betaalbaar. En ik vind ook dat je deze lipstick formule en kleur en pigment en alles ook gewoon kunt krijgen bij Essence voor like 2 euro. Dus ik vind hem fijn, maar je hebt ze voor veel minder. De All Day Liquid Foundation. Toen ik hem aanbracht was ik niet zo enthousiast. Ik vond niet dat hij mijn gezicht heel smooth maakte. Ik vond dat de poeder hem echt een beetje heeft gered. Maar ik ga hem gewoon de hele dag ophouden. En aan het einde van de dag kom ik met mijn eindconclusie. Poeder is heel fijn. I like it. Hij maakte mijn gezicht heel mooi mat. De kleur is ook gewoon goed. Ik vind hem echt heel fijn werken. De blush, los van de kleur, want de kleur vind ik echt helemaal niks, vind ik wel een fijne blush. Dit is wel een blush die ik zou halen in andere kleuren. En je had een heleboel andere kleuren die gewoon echt mat waren. Dus ik weet niet waarom ik ben gegaan voor dit. Ik had misschien niet helemaal door dat hij zo heftig zou glanzen. Maar ik vind wel gewoon een fijne blush. En dan als laatste de highlighter. I love it. Hij geeft echt een prachtige gouden glow. Perfect voor mijn huiskleur. Deze ga ik zeker te weten vaker gebruiken. Ik vind hem echt fantastisch. Ik vind het echt heel mooi. Hij blendt ook goed in. Hij brengt goed aan op mijn gezicht. I love it. Dus ja, that's it. Al met al ben ik best wel tevreden. Ik vind meer producten goed dan slecht. Ik ga gewoon nou mijn dag door en de make-up de hele dag oplaten. En dan kom ik aan het einde van de dag weer bij jullie terug. Om eventjes te kijken naar de foundation. Ik zie jullie straks weer. Doei doei. Nou jongens, het is nu 9:30 in de avond. Mijn make-up zit er al de hele dag op. Het zit op zich allemaal nog best wel goed. Ik heb mijn wimpers er al afgehaald. De make-up is er op mijn neus een beetje van afgegaan. En ook hier zo. Maar ik heb ook vandaag een mondkapje op gehad. En daar kan het ook een beetje aan liggen. De foundation. Ik denk echt dat het aan de poeder ligt. En aan de fixing spray. Dat mijn gezichtsmake-up nog zo goed zit. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat het niet aan de foundation ligt. Dus ik vind hem niet zo. Omdat hij gewoon niet fijn aanbracht. En voordat ik de poeder erop had en alles, was hij gewoon niet zo mooi op mijn gezicht. Dus dat vind ik allemaal gewoon minder. Ik vind wel dat hij echt lang is blijven zitten. Dus dat hij long lasting is, dat klopt zeker. Maar voor de rest, ja, ik vind hem gewoon niet zo mooi op de huid. En that's it. Dus ja, dat is mijn eindoordeel. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!